Welcome to Ferry Corsten World Tour. Een hele goede avond allemaal. Het is weer zaterdagavond, de eerste zaterdag van de maand. En ook de eerste zaterdag in de ether. Yay. Precies. Zegt Ronald van Gelderen. Die heb ik vandaag te gast. En die zal je er wat vaker bij gaan horen. Mogen we hopen. Ja, zeker. We hebben wat leuke dingen vanavond. Zometeen een gesprekje met Paul Okervold. Dat ga ik even bellen. In de box, in de bin. Kijken wat jij van die plaats vindt die ik dan ga draaien. En wat party info. Maar natuurlijk een heleboel goede muziek. En dat is eerste. Just touch me till I can get my satisfaction. 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 Touch.
desire it my satisfaction. 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 We'll be right back.
IDNT Radio hier. Dit was het plaatje van Annie Lennox. De nieuwe Pavement Cracks. Met de Goldtricks Remix. Lekkere groovy plaat voor de zaterdagavond. Zo om te beginnen voor je officiële pre-party voor de zaterdagavond. Precies. Daarvoor hoorde je Benny Benassi. Met, even moet ik even spieken hoor. Met Satisfaction in de Steve Marano Remix. Ik ga er eventjes vragen aan jou stellen. Nou, dat is goed. Dat mag. Vorig weekend. Ja. Waar heb jij uitgehangen? Want ik heb begrepen dat het een dolle boel is geweest. Want je hebt volgens mij Scandinavië gedaan, geloof ik. Ik ben in Scandinavië geweest voor Club Gorgeous, Denemarken. Dat was erg gezellig. En jezus, wat kunnen die gasten drinken, zeg. Niet normaal, joh. Maar ja, dat doen wij ook hier vanavond. Dat is goed, wat ik net zeggen. Dat gaan wij precies hetzelfde doen. Want iedereen pakt een biertje of zit zich op te maken voor vanavond. Smijt dat make-up er maar op. Precies. Daarvoor was ik eigenlijk in Glasgow. Op de Colorfest Festival. Waar ik met de Dirty Vegas... draaide en... Dat is een buitenfestival, of niet? Dat is een buitenfestival. Okay. Ja, een soort van groot evenement wat we hier ook kennen in de zomer, weet je wel. Oké, okay. Gaaf. Daarbij draaide ik ook met Paul van Dijk. Dat was erg gezellig. En, daarna was ik eigenlijk naar Londen. Draaide ik in... Hoe heet de club? Turnmills. Ja, ik sta gewoon even na te denken, joh. Het is af en toe een beetje gek huis. Hey, wat denk je ervan? Ik ga hierna na deze plaat ga ik even ook even bellen. Ja, we hebben sowieso straks ook nog wat informatie voor jullie aan de partyagenda. Wat er allemaal vanavond te doen is voor jullie. En het interview met Paul Okervold, wat je had genoemd. Ja, dus je luistert nu naar... Hou je vast. Je luistert naar Swedish Dreams.
Sweetest Dreams in de Ferry Corsten remix. Ik heb net Paul Okervold gebeld. Hij is op het vliegveld, dus hij is nog even druk. Dus ik moet eventjes wachten. In de tussentijd ga ik de nieuwe Jarl Pongro draaien.
Jar Prongo, Elevation of Distress. Aan de telefoon hebben we Paul Okervold. Hi Paul, how are you doing? Yeah, good. Yourself, Perry? Yeah, very good, very good. So where are you now? I'm at the airport. I'm just about to jump on a flight. I'm flying in Warsaw, Poland. Okay. So so what's this all about with that Thirst thing? That is the tour that you're doing, right? Yes, I've got involved with Heineken Thirst, and we're touring 22 countries in a year. Yeah. We're looking for young, new talent, basically DJs. We hold competitions, local competitions, and then the winner of the competition, which is on Friday night, then performs Saturday night along with myself and Daniele Divoli. Right, okay. So, and that's basically a world tour kind of thing, right? Yeah, it's a world tour, and then next year we're continuing and getting DJs like yourself and other DJs involved. It's gone really well, actually. I mean, there's been some great finalists. A few of them have been girls, which was really interesting to see. Cool. Also, we went to New Zealand, and part of the competition was the finalists had to make music. Apart from just DJ, they had to go in the studio and make their own tracks. Yeah. So, and I think that's been really encouraging from my point of view, and certainly Heineken's, where we give young people a chance to on a world stage, really. Yeah, sure, sure. Hey, and what about the production things on your side? Production. Oh, I finished working on the Matrix Reload. And yeah. I'm in the studio, going back in the studio Monday to finish new Madonna single, Hollywood. All right. That's pretty interesting then. Yeah. Hey, I want to thank you for this, and we just move on with the show. So thanks very much for your time, and have a great show in Warsaw. That's where it was. Well, thanks a lot, and speak to you soon. Definitely, definitely. Thanks a lot, man. Take care, man. Bye, bye. Bye. Dat was Paul Okervold. En zoals je weet hebben wij natuurlijk altijd hier een item in de box or in de bin. Vorige keer hadden wij Pirate Leaving the Sun, en dit keer is het een plaat. Ik heb geen andere informatie voor dan dat het alleen eigenlijk begint met Synergy.
In the box or in the bin? Corsten World Tour. In the bin. Synergy hoorde je hier op IDNT Radio, Ferry Corsten World Tour. Jouw pre-party voor de zaterdagavond. Hey, Ron, wat vond je ervan? Nog ik keer. Vind het helemaal oké. Okay. Nog een keer. Ik vergeet elke keer die knop in te drukken. Ja, het is allemaal zo nieuw voor mij dit, maar goed. Komt allemaal goed. Precies. Nog een keer, wat zei je? Ja, ik vind het geweldig plaat, maar ja. Dat vond ik al een hele poos. Nou, mocht jij dat ook vinden, dan kan je dus een e-mailtje sturen naar radio@idmint.com. Of naar Ferrykorsten, hello, www.ferrykorsten.org. Daar kan je gewoon eventjes laten weten wat je van die plaat vindt. Even over de plaat die ik vorige keer heb gedraaid, Pirate, Leaving the Sun. De berichten waren erg gemengd. Er waren mensen die zeiden van, ik vond hem helemaal geweldig. Mag je van mij veel vaker draaien en mag je zeker de zomer doortrekken. Er waren ook mensen die zeiden van, ik vind hem erg leuk, muzikaal. Maar de stem, daar trekken we meteen helemaal krom van. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Ik ga hier gewoon van alles voorbij laten komen. En dan mogen jullie bepalen wat je ervan vindt of niet. Hey, wat betreft de partyinfo, heb je nog wat informatie voor ons? Ja, ik heb zeker wat informatie. Het is niet heel veel. Het lijkt wel alsof door het weer van de afgelopen tijd dat er niet echt veel gebeurt. In ieder geval vandaag in Haarlem, als ik me niet vergis, de Stalker, is de Luilaknacht. Dat was gisteren eigenlijk. De Luilaknacht. Ja, nee, dat was gisteren. Ik zit me gelijk te vergissen. Ibiza on House Session. Dat is in Afcorso in Rotterdam. En als jij naar de Paradisco wil, La Nuit C'est Pas.
Un Chocolate. Nou, dat zeg maar even niets, maar volgens mij klinkt het heel interessant. In de Goudvishal is Chance XL. En in de Matrix hebben we de Accelerator. Dus dat wordt goed hakken daar vanavond. Ja, veel meer is er niet te doen eigenlijk. Ja, vanavond is natuurlijk Johan Gielen. Ja. Live op Bloemendaal. Ja. Met zijn uitzending geweest. Volgens mij is het heel bijzonder geweest. Het was echt een hele leuke gebeurtenis. Ja, ik kon er niet bij zijn, want ik moest hier zijn. Hè? Dus, ja, ik moest hier zijn. Maar goed, ben je er wel geweest? Ik wil ook nog even gebruik maken van deze gelegenheid om Armin te feliciteren met zijn 100ste show. Ja. Wat natuurlijk afgelopen donderdagavond op Bloemendaal te zien was en te horen was. Ik zou er ook zijn, maar ja, ik was eigenlijk helaas ineens verhinderd. Onverhoopt verhinderd. Dus mijn excuses voor het niet daar zijn. Intussen gaan wij gewoon lekker door hier. Ferry Corsten World Tour, IDT Radio.
Barry Corsten, World Tour.
This is Ferry Corson World Tour on IDNT Radio.